Het is dit weekend natuurlijk een beetje druk geweest. En we hebben onze kalender nog. Zo grappig, die meiden kunnen echt... Oh hier, even kijken, wat is dit? Zo, die mijnlijst is echt niet normaal lang. Die heb ik erin. Deze, oh. Dus daar ben ik vanavond wel even mee bezig. Het was niet gelukt. Nou, mama dacht, specialer als de laatste dag van de lunch. Daarna hebben we kerstvakantie. Ja, dat is het einde van het jaar, hè? Ja. Hi, Kathleen. Goedemorgen, het is maandag. En de laatste week van school van dit jaar. Ja. Sarah is weg. Ja, Sarah zit een vriendinnetje, dus ik wil even hallo zeggen. Dat mag toch even? Ja. Ja, loop jij gezellig bij mij. Het is dit weekend natuurlijk een beetje druk geweest. Dus ik heb huishouddag vandaag. Wasmachine draait, vaatwasser draait. Net boven even gestofzuigd. Nu even thee zetten. Dus ja, niet echt heel veel boeiend vandaag. Vandaag is het totaal niet erg om die meiden op te halen. Het is echt lekker weer. Het is helemaal niet koud. Net was ook even het zonnetje, maar die trek ik nu weg. Maar ja, heerlijk. De dametjes zijn er weer. Was het leuk op school? Ik wilde dubbele trap laten. Wat hebben jullie gedaan met de gym? Zo. Hé, wat hebben jullie gedaan met de gym? Apenkooi! Dat is leuk, hè? Ja. Ik hield daar met ook altijd ticker. Zo van. En wie was de tikker? Jullie niet dus. Nee, maar het wegrennen is ook zo leuk. Olaf heeft ook een tikker geweest. Meiden hebben gegeten en we hebben onze kalender nog. Allemaal één openmaken? Ik doe 12. Doe jij 12? Nou, dit is 12. En mama, jij mag 13 dan doen, want die is wel heel klein. Oh, nou, klein kan heel leuk zijn. Eeuw. Een zeepje. Eeuw. Leuk. Dat is leuk toch? Kijk, een schattig zeepje. Mama, jij mag 13. Oh, ga ik 13 doen, de mini. Dan zoek ik 13. Even wachten. Mijn nagel breekt bijna. Zo. Dat was een stukje op. Ja, ik ging er net in. Ja, ja. Zo. De Camilla. Mijn vingers zijn te groot voor jou. Ja? Zo. Oeh, die is echt. Deze vinden jullie echt super cute. Oh, kijk, daarom wil die niet. Dit lipje zit op dat dingetje. Kijk, weet je wat dit is? Lippen. Een lippie in een hartje. Dat vinden jullie leuk, hè? En dan de 14. Waar is die? 14. Die heeft er al... Ja, je hebt hem. Oeh, je hebt een hele grote. Wow. Aha, haarshampoo. Die shampoo. Die is van mij. Nou, doe van steen. Van mij. Even zien, dat kan ik hem laten zien. Oeh. Deze is van mij. Hoe cool is deze die van is mij leuk, is. Hè? En Mila? We moeten eigenlijk welke nog eens conditioner. Zo grappig, die meiden kunnen echt zo verschrikkelijk veel troep maken in de 10 minuten dat ze spelen. Dat ik echt gevoel heb dat ik van vooraf aan kan beginnen in huis. Echt. Oh! Ik weet nog steeds niet waar ik die kerststal moet zetten. Ik ben lekker omhoog aan het filmen. Hij staat nu hier. Omdat ik gewoon niet weet waar die moet. Op de salontafel vind ik ook vervelend. Voor de tv werkt niet. Voor de boeken in de boekenkast werkt niet. Ik heb er geen goede plek voor. Oh, ik weet het niet, ik weet het niet. Ik ben weer gezellig met Sarah. En we gaan een filmpje kijken. Zaakje en de chocoladefabriek. Nou, ik moet even kijken hoe lang die duurt. Want wel 1 uur, hè? Ook... Nou, deze wel langer. Dan duurt 2 uur. Deze volgens mij over... Oh, nee, het scheelt 3 minuten. Even kijken wat er nog meer is in onze lijst. We wilden een kerstfilm kijken. Floris Lava. Nou, Floris Lava. Ja, die zou... Maar dat is een serie, schat. Even kijken. Hier staan niet heel veel kerstfilms nu in. Oh, hier. Even kijken. Wat is dit? Zo, die mijnlijst is echt niet normaal lang. Die heb ik erin. Deze. Oh. Zullen we die dan kijken? Ja. We gaan...
48 Christmas Wishes kijken. Film was grappig, maar vrij kinderachtig. Dus leuk, maar niet de beste aanrader. Nu heb ik mijn computer aan, want ik heb even een paar dagen niet heel veel hier gedaan. Maar dat moet ik dus nu wel allemaal doen. Dus ik ga even flink in de edit. En ik ga voor Sarah van Semma maak ik een edit voor in de vlog. Een stukje. Maar ik maak ook een stukje voor dezelf. Dus echt een soort videoclip. Want het geluid heb ik eruit gehaald. Want je hoort alleen maar ouders staan kletsen. En ja, het klinkt niet heel gezellig onder het zwemmen. Dus daar ben ik vanavond wel even mee bezig. Ik heb vierkante ogen en ik ben er klaar mee. Dus ik ga lekker mijn bed in. Ik wil je in ieder geval nog bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik dan even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!